Marjon, van harte gefeliciteerd met de tweede overwinning hier in Amsterdam tegen Ajax. Je staat er vrij rustig bij. Ik ben kapot eigenlijk. Daarom sta ik er best rustig bij, zeg maar. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze overwinning. Ja, vertel eens je blijdschap. Tuurlijk. Je komt naar de koploper, je staat 3 punten achter en je weet hoe belangrijk deze wedstrijd was. En als je dan deze wedstrijd kan winnen, is natuurlijk fantastisch en beter kan niet eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat ik zelf opvallend vind, want jullie waren natuurlijk niet in de beste weken de afgelopen tijd. En nu kwamen met heel veel zelfvertrouwen, de wedstrijd volledig onder controle. Ja tuurlijk. Een beetje een ander AZ. Ja, we hebben de afgelopen periode, gewoon, als we eerlijk zijn, hebben we niet zo goed gespeeld. Dat is zo. En vandaag, ook in de kleedkamer, voelde ik gewoon, de dagen daarvoor voelde ik gewoon dat het team toch vertrouwen kreeg. Maar waar voel je dat aan dan? Gewoon op de trainingen laten we toch weer zien hoe goed we kunnen zijn. En in de kleedkamer, iedereen wist dat vandaag de dag was dat we Ajax konden gaan pakken. Ja. En het is dan heel mooi dat het dan gebeurt. Ja, en dan zo snel in die wedstrijd, die derde minuut, jij een doelpunt, vertel eens. Ja, ik zag dat Mitch hem zou gaan onderscheppen. Maar ik kreeg de bal, maar ik wist eigenlijk niet dat ik zo vrij stond eigenlijk. En toen nam ik hem nog één keer aan en toen schoot ik hem. 2-0 is natuurlijk nog steeds een geweldige overwinning hier tegen Ajax, tegen de kop lopen. Maar het hadden er wel veel meer kunnen zijn. Ja, ik denk dat je met alle respect dat we met 3 naar voren hadden moeten staan bij rust. Ja, dat is ook een beetje mijn schuld. Je doelde de ander op die voorzet van Kelvin Stengs? Fantastische voorzet van Kel. En die moet ik eigenlijk gewoon binnen zitten. Over die combinatie met jou en Kelvin Stengs, het was een beetje ouderwets. Ja, die combinatie is nooit echt weggegaan. Je hebt hem wat minder gezien de afgelopen weken natuurlijk. Omdat het ook wat minder ging met het team. Maar ik denk dat we vandaag weer hebben laten zien dat mensen ons nooit moeten afschrijven. Nee, zeker niet moeten afschrijven. Jullie staan nu samen bovenaan. Toch even over jou, want er wordt natuurlijk veel gesproken over jullie als het minder gaat. Jullie zijn toch een beetje de blikvangers, jij, Kelvin Stengs. Maar wat doet dat met jou als er dan wat meer kritieken komen? En het gaat niet helemaal lekker. Ik probeer er niet te veel naar te luisteren. Natuurlijk krijg je wel wat mee, maar... Voor mij is het niet belangrijk wat de mensen op tv zeggen. Ik probeer gewoon de mensen om me heen, hun mening telt voor mij. En wat andere mensen zeggen, kan me eigenlijk niet schelen. Ja, is dat zo makkelijk? Ik bedoel, je bent jong, je bent je eerste volledige eredivisie seizoen. Ja, tuurlijk. Het is de eerste keer dat je echt met kritiek te maken krijgt. Dat is ook nieuw, maar ik heb er niet echt super veel last van gehad. Ik vond het gewoon eerder jammer dat we de wedstrijden gewoon niet wonnen de afgelopen tijd. Je hebt in ieder geval vandaag een mooi antwoord gegeven. Ja, zeker.